Ondertussen zijn wij weer lekker in de lounge gaan zitten. Dat zit voor mij ook fijn, hè, met die dikke buik. En Rob Groene is aangeschoven. Dag Rob, onze vaste dierenarts natuurlijk. En Rob, jij hebt jouw hond natuurlijk ook weer bij je. Ja, ze is lekker druk vandaag. Ja, want ze is met die Sheng van Mark van der Veer dan aan het, spelen, hè? Zo kan ik het wel zeggen. Het is nog een jong hondje, dus die wil alleen maar spelen. Oh, goed. En Sheng, hoe oud is Sheng trouwens? 5,5. Want ja, we gaan het vandaag hebben met Rob over oude honden. Ja. En ja, dit is nog een jonkie, die van Mark is 5,5. Zo nog redelijk jong, toch? Ja. Want wat is een oude hond? Wanneer ben je een oude hond? Dat ligt een beetje aan de grootte. Aan de grootte? Ja, oh, gek hè? Ja. Kleine hondjes die kunnen rustig 15, 16 jaar worden. Ja. Als je een hele grote hond hebt, als je een Ierse wolfshond of dat soort hele grote reuzenrassen, ja, die worden vaak maar een jaar of 7, 8, 9. En dat is dan al oud voor, ja, voor die? En ja, hoe komt dat? Waarom heeft dat te maken met hun grootte? Wat is dat? Geen idee. Oké, okay, ligt gewoon aan het ras. Ja, ja. Nee, als je echt een hele grote hond hebt, die zijn met 8, 9 jaar, zijn ze echt oud. En, ja, en vaak want ook, oude mensen hebben heel veel zorg nodig bij ons in het land. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe meer gebreken. Is dat ook bij honden en bij dieren eigenlijk hetzelfde? Dat is niks anders. Dat is niks anders? Nee. En waar krijgen ze dan vooral last van? Nou ja, goed, je noemde het vergelijk met mensen. En daar kun je redelijk doortrekken. Het kan zo zijn dat ze gaan wat minder bewegen. Dus ze worden wat strammer, ja, wat stijver. Je moet ook opletten dat ze niet te zwaar worden. Oh, je te dik. Daardoor, ja, ja, als ze minder bewegen, ja, dan hebben ze minder energie nodig. Ja. Als ze weer te dik worden, gaan ze weer moeilijker bewegen. Ja. Dus nou, dat zijn dingen. Je kan op een gegeven moment last krijgen van staar of slecht gaan horen. Oh, echt? Dat heb je ook allemaal bij honden. Ja. Die worden ook. Want Mark, ik kijk even naar Mark, want jij hebt veel ervaring met oude honden, hè? Ervaring? Nou, mijn vriendin is ook dierenarts. Oh ja. En dus die krijgt ook regelmatig mensen met de oude hond. Ja, en daar is meestal wel iets mee. Maar soms ook helemaal niks. Dat verbaas ik me dan over. Ja. En dan hebben de mensen het over, ja, het is onze hond niet meer. Hij ja, is anders. Hij duurt het ook niet meer, hè. Hij duurt het niet meer. Maak het maar af. En dat kan ik me dan niet voorstellen. Ja, als ze ouder worden, worden ze ook een heel stuk rustiger. En ja, dan liggen ze op een kleedje, dan spelen ze niet meer dan zoals toen ze een jaar waren. Ja, ja, ja. Ja. Of ze laten wat lopen en dat vinden mensen dan verschrikkelijk. En dan is het natuurlijk, dan is het hele huishouden verstoord. En dan moet er en dat is onhandig en dat is niet makkelijk. En dan denken ze nou, en zelfs ook mensen die hun oude hond kwijt willen voordat ze op vakantie gaan. Dan denk ik van, hoe is dat nou toch weer mogelijk? Heb jij voor Sheng ook een oude hond gehad, of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja, die is overleden uiteindelijk. Ja, ja, ja. Nou, we gaan nog heel even, want tanden is ook zoiets, hè, bij oude honden. Die nou, worden ook steeds slechter. Ik heb het al eens een keer eerder gehad over gebitten. Nou, als zo'n hond 10, 15 jaar zijn tandjes niet gepoetst heeft, ja, dan gaat ook steeds meer stinken uit zijn bek. Ja, precies. Ja. Nou, en als dat tandvlees gaat ontsteken, krijg je weer makkelijker infecties. Die bacteriën die kunnen bijvoorbeeld hartklepontstekingen geven. Dan krijg je hartproblemen. Nou ja. Nou ja, goed. Maar hoe kunnen huisdieren dan ook gezond oud worden? Heb je daar tips voor? Of? Nou, in ieder geval goede voeding. Ja. Als er problemen zijn op tijd naar de dieren. Want dat vind ik wel een interessante zaak. Ik heb een kat. Moet je dan ook van die voeding nemen voor senioren dieren? Dat heb je toch voor junioren? Dat moet niet, maar het is wel verstandig op zich. Waarom? Nou, daar zit bijvoorbeeld, ik noemde het net al, ze worden makkelijker zwaar omdat ze minder bewegen. Ja. Er zit wat minder energie in. Ja. Dus dan worden ze ook minder makkelijk te zwaar. Ja, maar je moet ook blijven bewegen. Dus je moet ze vaker eruit? Of moet je wat meer met ze gaan spelen? Als ze dat kunnen, want als ze echt bijvoorbeeld heel veel last krijgen van hun gewrichten, dan moet je wat minderen met bewegen. Ja. Dan kun je wat vaker kleine stukjes gaan lopen in plaats van 3 uur naar het bos. Ja. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Wat Mark net aankaart, hè, want het is zo, dieren worden ouder. Op een gegeven moment zijn ze zo oud dat je eigenlijk denkt, ja, is dit nog wel leuk voor dat beest? Wanneer weet je dat nou bij een dier? Kijk, ik kan zeggen, ik wil dood, ik heb het gehad. Ja. Maar hoe zit dat bij een hond of bij een kat? Hoe doe je dat? Wat ik heel erg belangrijk vind, is de kwaliteit van leven. Die dieren moeten het wel naar hun zin hebben. Op het moment dat het een lijdensweg wordt, dan vind ik persoonlijk. En waar zie je dat dan aan? Hoe weet je dat nou? Want ik heb bijvoorbeeld mijn buren, die hadden een kat met een tumor. Maar die kat die deed het wel gewoon goed. Maar wanneer is het dan te? Ja, als ze een tumor hebben en die is heel pijnlijk, dan kom je natuurlijk al eerder op het punt dat je zegt, van, dit is niet meer prettig voor het dier. Ja. Sommige dieren kunnen ook met een tumor, waarvan we weten van, nou ja, die heeft een tumor, maar die is al 13, die gaan we niet meer opereren. Ja. Kunnen soms nog best een hele tijd daarmee min of meer probleemloos door het leven gaan. Ja. Wanneer merk je dat? Als ze stoppen met eten,
gewoon hoe het dier is. En dat is, meestal weet je dat als eigenaar. Als het niet meer onze hond is, als hij echt anders wordt. Ja, wat nou ja, Mark net ook voor zei. Iedereen ligt die grens ook anders. Als hij alles laat lopen en alleen maar overgeeft, dat niks geen idee. Wat is jouw rol als dierarts daarin? Bepaal jij wanneer het genoeg is geweest? Ik heb alleen een adviserende rol. Eigenaren komen bij mij of bij een van mijn collega's. Met de vraag van, ja, god, is dit nog wel iets? Of ze zeggen zelf al van, ja, dit kan gewoon niet meer. Ja. Nou, soms ook wel, naar mijn idee, iets te vroeg. Soms ook iets te laat. Ja, weet je, je hebt zwart en wit en een heleboel grijs daartussen. Ja. En de ene die zegt bij lichtgrijs al, dit vind ik genoeg. En de andere, dan is het al heel donkergrijs en die willen ook door. Ja. Het enige wat ik kan doen is in gesprek aangaan met die mensen. Ja. En kijken, is die kwaliteit van leven nog goed? Een hele verdrietige bedoeling, lijkt me. Dat lijkt me helemaal niet leuk aan het vak dierenarts. Nee. Als er beesten moeten ingeslapen worden. Nee, dat is natuurlijk een hele trieste aangelegenheid. Van de andere kant, als het alternatief is dat zo'n dier een hele lijdensweg tegemoet gaat. Ja, dan is het niet anders. Dan vind ik het ook wel belangrijk dat zo'n dier niet hoeft te lijden. En dat we dan kunnen zeggen, nou, het woord euthanasie betekent letterlijk vertaald zachte dood. Ja. En dan kunnen ze ook een zachte dood krijgen. Zonder dat het een hoop ellende voor het dier is. Voor de eigenaar wel, maar voor het dier niet meer. We gaan er gewoon nog even vanuit dat alle hondjes lekker blijven leven. Hè? Vooral in deze leuke kersttijd. Dus geen dieren in laten slapen even nu, hopelijk. Nou, dan. Mocht je vragen hebben aan onze dierenarts Rob Groene, dan kan dat natuurlijk altijd. Hè? Dan mail even naar gmb@omroepbrabant.nl. En Rob die staat helemaal open voor allerlei vragen.